De wereldbefaamde DJ met Surinaamse roots, Chucky, droomt van het opzetten van een muziekcentrum in ons land. Chucky, geboren als Clyde Narain, wil daarmee iets terugdoen voor zijn geboorteland. Het muziekcentrum, volledig ingericht met studio en oefenruimte, moet een broedplek worden waar talenten gestimuleerd en gemotiveerd worden. De artiest, die voornamelijk urban muziek maakt, zal deze week met Lustig Events 2 keer optreden in Torarica. Chucky is ook bezig Surinaamse DJ's te ondersteunen middels het delen van kennis en ervaring. Dirty Funkin' Beats. Deze, kijk, het was namelijk zo dat ik wat DJ's had gesproken en op een gegeven moment, ik had ook onder andere MC Lakko gesproken en er was een behoefte van, ja, een kleine ondersteuning en eigenlijk ervaring delen met Surinaamse DJ's, want uiteindelijk heb ik natuurlijk wel, ja, de wereld gezien en heb ik wat bereikt. En die ervaring probeer ik met heel veel DJ's te delen in Suriname. Wat me ook was opgevallen is dat er eigenlijk bij de Surinaamse DJ's was het meer zo dat ze niet echt die waardering kregen die ze eigenlijk hoorden te krijgen. Want ja, het zijn toch de mannen die elk weekend weer voor veel plezier zorgen in de discotheken. En ja, ik had ook zoiets van, ja, dat moet wel iets beter belicht worden. Dus waar ik kan ondersteunen, dat probeer ik dan ook gewoon te doen, gezien mijn ervaring. Concreet, wat wil je doen precies met de Surinaamse DJ's? Wat ik als eerste wil doen, sowieso met Surinaamse DJ's die er behoefte aan hebben, ook, überhaupt hoor. Sowieso mijn ervaringen delen. En heel veel wil ik ook stimuleren om veel meer muziek te maken, omdat dat vandaag de dag toch wel het belangrijkste is als je verder wil komen in de scene. Ik heb ook trouwens gezien dat er heel veel goede producers en eigenlijk gewoon bedroom producers zijn in Suriname, maar die, ja, die doen niet onder voor, zeg maar, wat er internationaal gebeurt. En die probeer ik dan eigenlijk te vinden en te stimuleren en eventueel muziek samen te maken of onder mijn label uit te brengen. In ieder geval een steuntje in de rug. Heb je eigen label? Ik heb een eigen label, het Dirty Dutch, ja. Oké, heb je ook andere artiesten onder jouw label? Ja, ik heb namelijk Dirty Dutch's main label, wat ik al jaren doe. En daarnaast ben ik een label gestart wat Dirty Dutch Digital heet. En ik doe 52 releases per jaar, dat is elke week een release. En die releases zijn speciaal voor, zeg maar, nieuw talent. En dan moet je voorstellen dat eigenlijk krijg ik muziek opgestuurd vanuit de kleinste hoeken in de wereld. Vanuit Mexico tot aan Australië, tot aan China. En ja, ik probeer het gewoon allemaal uit te brengen. En dat is natuurlijk ook mooi als je dan ook wat Surinaamse producers en DJ's daaronder kan brengen. Clyde Narain, meer bekend als DJ Chucky. Hij was op bezoek bij ATV in verband met de optredens van donderdag en zaterdag in Hotel Torarica. Chucky vertrekt maandag weer naar Europa. Zijn eerstvolgende optreden is de week daarop op Ibiza met Chris Brown.